Het Journaal Laat met Annelies van Herk. Heel goedenavond. Zanger Stan van Samang dient een klacht in tegen onbekenden omdat er naaktbeelden van hem circuleren op sociale media. Ook van twee andere BV's is dat het geval, maar zij dienen voorlopig geen klacht in. De seksueel getinte foto's en filmpjes doen al enkele dagen de ronde. Wie de beelden van Stan van Samang deelt, riskeert nu een dwangsom van 10.000 euro. Enkele dagen terug zijn filmpjes opgedoken op sociale media van Stan van Samang en twee andere bekende Vlamingen. Er zijn seksuele handelingen op te zien. Binnen de kortste keren waren ze wijd verspreid. Hij wil enerzijds dat het stopt, inderdaad, en die beelden en de hele hetze er rond. De filmpjes circuleren, de berichten circuleren, WhatsApp, allemaal groepen, Facebookgroepen en dergelijke meer. Als BV moet je ook je verantwoordelijkheid nemen en zeggen van kijk, dit brengt schade toe aan mij, maar vooral ook aan omgeving en vrienden en al die mij dierbaar zijn. Stan van Samang heeft via zijn advocaat een klacht ingediend bij het gerecht. Ze vertrouwen erop dat zij zullen achterhalen wie de beelden op het internet heeft gezet. Het is een inbreuk op artikel 371, de niet-consensuele verspreiding van intieme beelden. Wanneer twee personen onder elkaar in een vertrouwensband beslissen van dergelijke beelden uit te wisselen, dat is de privésfeer. Wanneer een van die twee personen dat vertrouwen schendt en die beelden vervolgens doorstuurt zonder de toestemming van de andere persoon, dan is dat een misdrijf. Ja, sinds 2016 is het strafbaar om seksueel expliciete beelden te verspreiden zonder toestemming van de betrokkenen. Er staan straffen op tot 5 jaar cel. Wie zulke beelden verspreidt met kwaad opzet, riskeert zelfs een geldboete tot 80.000 euro. Beelden van jezelf maken of laten maken en ze zelf doorsturen, sexting, dat is niet strafbaar. Je mag naaktbeelden van jezelf maken. In een bepaalde context inderdaad kan je die gaan doorsturen. Het is natuurlijk iets helemaal anders als je die gaat doorsturen naar derden, ook al heeft in eerste instantie de persoon die op de naaktbeelden staat toestemming gegeven tot het maken van die beelden. En het lijkt er hier inderdaad op dat daar toch wel een misbruik van vertrouwen is geweest, maar ook toch wel een privacy-schending. Ook BV's hebben recht op privacy. Je kan zelfs een klacht gaan indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit natuurlijk. Dus, en je ziet toch ook wat wel nu gebeurt, toch mogelijk wel reputaties. En opnieuw voor de betrokkenen zelf, maar ook opnieuw voor de directe omgeving. Vlaams minister van Media en Jeugd, Benjamin Dalle, wijst op de kwalijke gevolgen van dit soort cyberpesten. Hij roept op tot meer mediawijsheid, zeker bij jongeren. Het is vooral een belangrijk maatschappelijk debat. Bijvoorbeeld in het secundair onderwijs derde graad, 17% van de jongeren geeft aan dat ze al eens een seksueel getinte afbeelding van zichzelf versturen. Er is dus aandacht nodig voor mediawijsheid. In het onderwijs hebben we nog maar net een leerlijn daar rond gelanceerd, maar ook bij ouders zorgen dat dit thema bespreekbaar is. Dat men weet, een sextingbericht versturen is op zich niet verkeerd, maar stuur zeker die berichten niet door zonder toestemming van de betrokkenen en doe dat met respect voor elkaar. De bewuste beelden van de BV's circuleren al langer dan vandaag. VRT Nieuws heeft er niet over bericht, omdat het een privézaak is. Maar nu er een klacht is, is de zaak publiek. En voor wie met vragen zit rond dit onderwerp, teleonthaal is bereikbaar op het nummer 106 of via chat op tele-onthaal.be. En jongeren kunnen ook terecht bij AWEL op het telefoonnummer 102 of via chat op awel.be. Brussels Airport heeft de balans opgemaakt van de voorbije zomermaanden en die is niet goed. In de maanden juli en augustus passeerden er 1,1 miljoen reizigers in de nationale luchthaven. Maar vorig jaar, toen er geen coronavirus was, waren dat er 5,4 miljoen. Dat is een daling met liefst 80%. Het vrachtverkeer doet het wel goed. Daar is al voor de derde maand op rij een stijging te merken. Brussels Airport zegt dat de reisbeperkingen die ons land oplegt het moeilijk maken voor hen. Er wordt vaak last minute beslist dat een land of een regio code rood krijgt. En dat laatste klaagt ook de reissector in ons land aan. Veel reisorganisatoren zagen de voorbije maanden hun aantal boekingen met 50% tot 80% dalen. Ons land heeft heel wat bestemmingen rood ingekleurd op de Europese kaart. Ook plekken die die landen zelf niet inkleuren als rood. De reissector wil dat het systeem van kleurencodes Europees geregeld wordt. Het zou denk ik een veel duidelijker signaal zijn naar de reiziger toe.
Indien alle Europese landen die allemaal hun eigen criteria hebben om te bepalen of een regio veilig is of niet, zouden samenzitten, dat ze daar het beste en het meest verfijnde systeem uit zouden kunnen destilleren, dat dan meteen voor alle Europese landen geldig is. Het gerecht heeft een website ontwikkeld waar mensen die van plan zijn te scheiden kunnen berekenen hoeveel onderhoudsgeld ze voor hun kinderen moeten bijdragen. Dat is vaak erg ingewikkeld en kan tot veel ruzie leiden. De website is in de eerste plaats bedoeld voor familierechters, maar iedereen kan er gebruik van maken. En hoe lang duurt het voordat de echtscheiding wordt uitgesproken? In uw geval kan dat heel snel afgehandeld worden, indien Christine akkoord gaat natuurlijk. Scheiden betekent vaak lijden, ook in uw favoriete soap. Maar nu is er een website die, wanneer het over de berekening van de alimentatie gaat, de pijn toch wat probeert te verzachten. Aan de hand van wat elke partner verdient en de verblijfsregeling voor de kinderen, rekent die per ouder een billijk bedrag uit. Dat is hetgeen wat we proberen. Om iets voorspelbaar te maken, dat de mensen op voorhand kunnen inschatten. Tja, in de meerderheid van de gevallen, in standaardgevallen, gebeurt het zo. Wel, misschien is dat voor mij ook nodig. Je kan het een beetje vergelijken met een eenvoudige belastingbrief. Maar het gaat wel maar om een simulatie. Zonder waarde dus in de rechtszaal. Het is geen magische formule. Ik denk niet dat door mensen die dit invullen dat plots heel de echtscheiding gaat opgelost zijn. Dat niet. Maar het is wel een heel handig middel om al in eerste instantie te weten wat kan ik verwachten als het echt tot een discussie komt. En het is ook heel handig voor advocaten, omdat we op die manier met dat cijfermateriaal aan de slag kunnen. En ja, hopelijk tot een heel goed uitgewerkt contract kunnen komen waar iedereen gelukkig mee is. De Slovaakse president wil dat ons land een Slovaakse expert toelaat om mee te werken in het onderzoek naar de dood van Jozef Chovanec. Dat heeft ze gezegd tijdens een korte persconferentie. Het is de eerste keer dat de Slovaakse president zich uitspreekt over de zaak. Jozef Chovanec stierf eind februari 2018 in het ziekenhuis na een politieinterventie op de luchthaven van Charleroi. Navrhla som teda prostredníctvom právnych zástupcov rodine poškodeného, aby zvážili možnosť, aby sa súčasťou expertného tímu v Belgicku stal aj slovenský expert. Rodina túto možnosť zvážila a rozhodla sa ju využiť. Som presvedčená, že tento krok môže napomôcť dôveryhodnosti vyšetrovania tak v očiach slovenskej, ako aj belgickej verejnosti. Následne, ako hlava štátu, preto požiadam belgickú stranu, aby túto žiadosť pozostalých zohľadnila. Dag en nacht zijn nog nauwelijks te onderscheiden in de Amerikaanse stad San Francisco en omstreken. Er hangt een dikke laag smog die alle zonlicht tegenhoudt. De smog komt van de hevige bosbranden in Californië. Intussen woeden er ook branden in de staten Oregon en Washington. Er zijn al zeker 14 doden geteld, onder wie 2 kinderen. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht voor de Vlammenzee. Dit is San Francisco, op klaarlichte dag. Maar zonlicht is er nauwelijks door de dikke laag smog, afkomstig van de talrijke bosbranden langs de westkust van de Verenigde Staten. Bewoners rond de baai van San Francisco zijn erg ongerust. I was wondering what time it was, and then I looked outside and it looked like doomsday. I mean, you could tell something is horribly going wrong. And as far as going to work and breathing in all this, this pollution is definitely not healthy for us as in the Bay Area. Alleen in de staat Californië proberen ruim 15.000 brandweermannen tientallen branden onder controle te krijgen. De ravage is niet te overzien. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in de staat Oregon richten verschillende bosbranden catastrofes aan. 5 dorpen zijn platgebrand, honderden huizen zijn verwoest. De gouverneur vreest dat het ergste nog moet komen. Ons land stuurt 13 artsen en verpleegkundigen naar het Griekse eiland Lesbos. Daar is het vluchtelingenkamp Moria afgebrand en zijn 12.000 asielzoekers en vluchtelingen dakloos geworden. Heel wat van hen zijn besmet met het coronavirus. Het BIFAS-team gaat de Griekse gezondheidsdiensten bijstaan om hen te verzorgen. Hulporganisaties verwijten de Europese Unie dat die jarenlang niets gedaan heeft aan de overbevolking en de slechte leefomstandigheden in het kamp.
This situation was a time bomb that we were expecting to explode one day or the other. We were really hoping that we could have stopped this before the happening, but we didn't manage. Europe has failed in this strategy. In de haven van Beirut in Libanon staat een opslagplaats voor banden en olie in brand. Vorige maand werd Beirut opgeschrikt door een enorme explosie. Er was nu opnieuw paniek door deze brand. Het Wereld Natuurfonds, WWF, waarschuwt dat de biodiversiteit aan een onrustwekkende snelheid verdwijnt. De populaties zoogdieren, vogels, vissen, amfibieën en reptielen zijn sinds 1970 met liefst 68% achteruit gegaan. Volgens het WWF moet er dringend iets gebeuren als we de natuur willen herstellen. Nog altijd worden grote en essentiële stukken natuur, zoals hier het Amazonewoud, door menselijke activiteiten onbewoonbaar gemaakt voor wilde dieren. In Latijns-Amerika is de achteruitgang van soorten en populaties dramatisch, met 94%. In de hele wereld bedraagt dat 68%. We have seen a steep decline of two-thirds of wildlife populations in less than 50 years. And this is a blink of an eye compared to the millions of years that many of these species have been inhabiting our planet. Klimaatopwarming speelt ook een rol. Ijsberen krijgen door smeltend ijs minder ruimte, waardoor hun aantallen dalen. Dieren die in of rond rivieren of zoetwaterplassen leven, hebben het ook hard te verduren door watervervuiling, maar ook door het aanleggen van dammen. We moeten de biodiversiteit niet alleen redden omdat we graag wilde dieren in de natuur zien, maar ook voor ons eigen voortbestaan, zegt WWF. It's also a question of self-survival and we're beginning to see the impact in many aspects of our life. Health, for example, the COVID crisis, but also even in economic terms. Mark Hirschi heeft een etappezege beet in de Tour de France. Na zijn tweede en zijn derde plaats kwam de Zwitser vandaag na een solo van bijna 30 kilometer alleen aan in Saran. In het klassement verandert er niets. Roglic blijft leider. Thijs Benoot en zijn team Sunweb luiden de finale in met een goed uitgekiende putsch. Met z'n drieën zijn ze mee in een kopgroep van 6. Een groepje met Alaphilippe probeert de kloof toe te rijden, maar dat lukt niet. Het zorgt er wel voor dat het groepje vooraan snel uiteenspat. De Zwitser Hirschi gaat er alleen vandoor. Zondag reed hij al 90 kilometer in de aanval en werd hij gegrepen kort voor de aankomst. Vandaag niet. Als een bezetene daalt Hirschi en hij neemt meer en meer voorsprong. Julien Alaphilippe probeert tot 3 maal toe om alleen naar hem toe te rijden, maar zonder succes. Hirschi is amper 22 en hij is een grote meneer in wording. Hirschi kan zo wat van alles. Hij kan een eendagswedstrijd aan. Hij gaat heel snel een klassieker van het type Luik Bastenaken-Luik winnen. Maar hij wint hier wel een fantastische etappe in Saran. Het was al 8 jaar geleden dat een Zwitser een toerrit won. Toen was dat Fabian Cancellara. Nog een voetbalbericht. Rode Duivel Michy Batshuayi speelt het komende seizoen voor het Londense Crystal Palace. De 26-jarige spits, die eergisteren tegen IJsland nog 2 keer scoorde, verlengde onlangs zijn contract met 1 jaar bij Chelsea. Maar de Londense topclub leent hem nu uit aan de buren van Crystal Palace. Batshuayi speelde daar ook al in 2019. De Engelse Premier League gaat komende zaterdag van start. Zoals zoveel evenementen kan ook het Brusselse stripfestival niet doorgaan zoals andere jaren. Er zullen geen druk bijgewoonde prijsuitreikingen zijn of geen ontmoetingen met internationale stripauteurs. Het is dit jaar een tentoonstelling geworden, een die Brussels striptalent centraal zet. Een metershoge Lucky Luke krijgt een ereplaats in de gloednieuw gerenoveerde hal van Turn & Taxis. De hal is immens en hier is voor het eerst een tentoonstelling van het Brussel Stripfestival. Andere jaren was het stripfeest telkens goed voor zo'n 100.000 bezoekers. Zoveel volk gaan we dus zeker niet over de vloer krijgen. Je moet reserveren als je naar het stripfeest wilt komen. Dus het zal wel een pak minder zijn, maar we proberen toch continu een goede bezetting te hebben.
In verschillende decors is te zien waarom figuurtjes als Suske en Wiske eigenlijk een Brusselse inborst hebben. Dat lijkt wat geforceerd, maar sommige strips hebben een echte Brusselse origine. Jasmina bijvoorbeeld, die de Brusselaar een culinair geweten wil schoppen. Doordat ik een explosie zag van stadstuineren en van daktuineren en balkontuineren, en ik dacht, daar zit meer achter. Waarom zijn mensen plots geobsedeerd bezig met voeding? En natuurlijk zitten daar een hele hoop, dat is, ik vond dat heel grappig om te zien, maar er zitten ook heel veel hedendaagse maatschappelijke thema's achter, zoals klimaatopwarming of zoals gezondheid. Ook jonge Brusselse stripauteurs krijgen een plaats, met vaak prachtige tekeningen in verschillende stijlen. Vroeger stond de Brusselse school bekend als de school van de klare lijn tegenover de wat frivolere stijl van Marcinelle. Maar tegenwoordig, de aankomende striptalenten uit Brussel, die halen hun inspiratie van overal. En tijdens de beurs wordt zo'n jong talent bekroond met de Atomiumprijs. Nog het weerbericht. Morgen krijgen we afwisselend zon en wolken. En we halen temperaturen tot 24 graden. Eindigen doen we in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel, bekend van zijn Dino-galerij. Het museum sluit een periode af van 15 jaar verbouwen en renoveren. Morgen gaat een laatste vernieuwde vleugel open, helemaal gewijd aan de rijkdom van alle leven op aarde. Zo zijn er meer dan 850 opgezette dieren te bewonderen. Dank voor het kijken. Heel graag tot later. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.